Hallo allemaal, vandaag ben ik in het centrum van de Haag, in een Marokkaans winkel. En ik ga voor jullie laten zien een paar dingen van Marokkaans decoratie. Kom maar. Dat is tagine voor snoepjes, bonbons, echt meer als decoratie voor op tafel. Decoratie, vale, yo veo mucho esto en los en las bodas. Salamu alaikum en thee erbij. Ja, uiteraard. Ja. Thee klaar voor de gasten. Ja. Sowieso de versiering, dat is altijd een Arabische bewerking. Dat wordt tegenwoordig allemaal machinaal gemaakt. Ja, ik heb het allemaal traditioneel, niet deze. Ja. Dit is dan voor bij de grote tagine, dat is voor zout en peper kan je erin zetten. En het heel warm is, bepaalde plekken. En het is ook nog gezond. Ja. Hier ook. Ja, alleen met één kleur, dat is ook een mooi. Kleur uit Marrakesh. De uitnodigende kleuren. Dit is een oude Marrakesh. Yes. Ja, al deze kleuren worden daar ook heel veel toegepast. En heel veel aardewerk. Ja. Ah, is een beetje kenmerk van Marrakesh, van deze stad. Ja, van die kleuren, ja. Dankjewel, Samar. Shukran bizep. Oké. Gracias, me atrae de ti. Saha. Saha. Oh, shukran. Gracias, Shait. De nada.